Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ben al even actief, maar ik was mijn camera vanochtend vergeten. Ik heb nu net boodschappen gedaan en daarvoor ben ik naar de schoonheidsspecialist geweest. Het is ook 3 maanden sinds mijn Ultera-behandeling en daar zou ik een resultaat van laten zien. Net ook foto's gemaakt, dus die ga ik ergens hier plaatsen. En als het goed is, zouden jullie dus nu deze zien. Aan de ene kant is dus 3 maanden geleden en aan de andere kant is het resultaat van vandaag. Het ergste resultaat is na 3 maanden, maar het kan nog 3 maanden doorwerken. Dus na 6 maanden zit ik echt op de max. Maar nu is het meeste al te zien. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie van het resultaat vinden. En verder ga ik nu even opschieten, want het is al heel erg laat. Ik heb vanmiddag ook een afspraak, want ik ben ook voor dit naar de schoonheidsspecialisten geweest. Maar die zeggen, ja, hier kan ik heel weinig aan. Wat ik smeer en alles is goed, maar het gaat gewoon niet over. Dus ik zal naar de huisarts moeten, want er is iets uit balans. En ik wil dat weg hebben, want het irriteert me. Dus dadelijk even naar de dokter. En Sarah heeft toch een playdate naar school als het goed is. Dus dat kwam er heel mooi uit nu qua tijd. En dan kan ik haar daarna gelijk daar ophalen. Dus dat is helemaal top. Zo, ik zit weer in de auto. Mijn hoofd is er half af, maar goed. Ik heb niet meer gefilmd. Het is al na schooltijd met Sarah. Ze is natuurlijk bij de vriendinnetje. En ik ben echt alleen maar aan het rennen geweest. Ik ben thuisgekomen natuurlijk met de boodschappen. Toen heb ik Sarah de lunch gemaakt. Naar de overblijf geweest. Toen kwam ik terug. Heb ik nog kleding geplaatst wat ik wilde doen. Heel veel ingepakt, want ik heb echt veel verkocht. Dat gaat echt super. Dus dat is helemaal leuk. Als het goed is, is er nu ook een shoplog al online geweest. Want ik had al wat besteld aan kleding. En als het goed is, krijg ik vandaag nog een pakket binnen. Dan moet ik even kijken of het allemaal goed is. Want ik heb eigenlijk gewoon heel veel besteld. Van ik kijk thuis wel wat er goed is. En dus dat is heel erg leuk. En ik weet niet of de vlogs nu zo heel interessant zijn. Omdat ik natuurlijk heel erg met die dingen bezig ben. Maar eigenlijk is het ook weer voor mij in ieder geval heel erg goed. Omdat ik heel erg met die dingen bezig ben die ik ook op mijn vision board heb gezet. En ik voel me echt wel heel gemotiveerd om al die dingen voor elkaar te krijgen. En ik ben ook wel heel erg benieuwd of jullie ook doelen gezet hebben voor dit jaar. En welke doelen zijn dat? En hoe ben je daarmee bezig? En lukt dat allemaal? Dus laat het ook Jon even weten. Ik ben daar gewoon echt wel heel benieuwd naar. En misschien haal ik daar ook weer motivatie uit. Want tot nu toe voel ik me wel dit jaar best wel gemotiveerd om al die dingen te doen. En dat is ook waarom ik vandaag gewoon gelijk naar de schoonheidsspecialiste die afspraak bij de dokter heb gemaakt. Want ik wilde mijn huid gewoon weer goed. En ik heb nooit zo'n hele erg probleem uitgehad. En nu dus wel echt heel erg. Dus ik denk dat wil ik gewoon gelijk op orde gaan maken. En niks uitstellen en gelijk goed doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En daarna ga ik heel eventjes nog. En dan ga ik Sarah ophalen. Het is alweer laat. En ik ben elke keer zo druk dat ik de camera niet pak. Maar dat heb ik volgens mij al verteld. Goed nieuws en slecht nieuws. Goeie nieuws is dat de dokter wist wat het was. Het is eigenlijk een soort acne-achtig iets. Maar dan wat wel meer bij volwassenen past. Het heeft een hele ingewikkelde naam. En dat geeft dan kleine infecties, heel snel. En daar is dat voor, dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is, als ik dat ga gebruiken, duurt het zo'n 6 weken voordat het resultaat zal opleveren. Dus dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, we houden het glas half vol en er is iets voor. En als dat niet werkt, zou er nog antibiotica zijn er tegen. Maar voor nu hoop ik gewoon dat de crème even gaat werken. En ik zat nu nog even achter de computer oude foto's uit te zoeken. En ik ben best wel goed bezig. Ik ben van de 42.000 bestanden die ik moest uitzoeken, zeg maar naar de 38.000. Dus dat vond ik toch wel een aardig verschilletje. En ik heb alle vlogbeelden weer klaargezet. En er moet echt nog heel veel geëdit worden. Maar doing my best. Trying very hard. Goedemorgen, het is dinsdagochtend.
Het is heel koud vandaag, dus mijn dag begon niet zo lekker. Maar toen ging de dag zo verder. Ik heb mijn pakketje binnen. En die ga ik zo even uitpakken. Maar ik ga het niet in de vlog laten zien. Ik neem er weer een aparte shopvlog over op, want dat vind ik gewoon leuker. En ik ben heel benieuwd. En daarna ga ik gewoon in huis weer mijn dingetjes doen. Ik moet zo zeggen alweer ophalen van school. Die eet vandaag gezellig thuis. En mijn outfit van vandaag. Dit truitje die had ik pas verleden van Sinterklaas gekregen. Het leuke boekje. Schoon die ik heb gekregen van mijn moeder precies. Dus nou, het is van vandaag. Zo, met Sarah geluncht. Volgens mij heeft Sarah ook nog even gefilmd. Ik ga nu even een van mijn laatste lades uitzoeken in mijn kast. Ben ik bijna klaar met die hele kast. En dit is denk ik wel echt een hele grote klus in huis. Omdat er gewoon heel veel laadjes en heel veel dingetjes die één voor één bekeken moeten worden zijn. Maar goed, dan heb ik nog 1, 2, 3 laders hier dan. 4. En dan ben ik hier helemaal klaar. Dus het is avond en echt, ik ben zo bleek in dit licht. Maar goed, kan ik even niks aan veranderen. En ik zit weer die fotootjes allemaal te doen. Nou, what's new? Maar ik heb ondertussen net de film Collateral Beauty gekeken. Wat een mooie film. Echt een aanrader als je die nog niet gezien hebt. Het is een film met Will Smith. Hij is best wel heftig, maar ik vond hem echt, echt, echt heel mooi. Dus misschien een tip. Hij staat in ieder geval op Netflix. En ik heb vanmiddag die laatste lades ook nog gedaan. Dus ik ben heel blij. Want ik ben gewoon klaar met die hele kast uitzoeken. En dan kan ik naar mijn volgende project in huis. Dus dat is top. Ik ben heel blij. Goedemorgen. Het is woensdagochtend. Het is een beetje rennen vliegtuig vandaag. Ik denk, laat mijn outfit weer zien, want dat vergeet ik. Die trui, die hebben jullie natuurlijk in de shoplog gezien. Met die splittek. Ik heb er nu al een top onder, want het is echt heel koud. Gewoon een mid-waist skinny jeans en zwarte laarsjes. En ik heb er nog hele warme sokken in verstopt zitten. Want ik heb het heel erg koud vandaag. Het is weer natte sneeuw. Dus daar ben ik niet zo heel blij mee. Het is gewoon vies en koud buiten. Maar ik moet... Sarah is nu op school. Die moet ik zo ophalen. Daar hebben we nog een laatste afspraak voor de hand. En dan naar huis. Dan hebben we nog even zitten. Dan naar ballet. En dan is het thuis eigenlijk alweer tijd om te eten en te koken en alles. Dus ik moet opschieten vandaag. Zo, we zitten ondertussen weer in de auto naar ballet. En heel vaak als ik in de auto zit, maken we er een feestje van. En ik zal jullie dus een inkijk geven wat wij eigenlijk altijd doen. Want ik zet de muziek altijd zacht als ik natuurlijk praat in de kamer. Maar wat gaan we eens anders doen? That you can have boy, that's when a buffet. Bon appetit, baby. Bon appetit. So comfortable living in a bubble, bubble. So comfortable we can see the trouble, trouble. Zo, we zijn bij ballet en nu hebben jullie heel gezellig meegekeken in onze kleine Katy Perry feestjes in de auto. Ja, want Pharrell is mijn lievelingsliedje. Ja, nu met Pharrell, hè? Ja. Met Katy. En je bent sowieso heel erg Katy Perry fan, hè? Al ja, heel lang. En Kinderen voor Kinderen. Ja, en Pink. Maar Katy Perry is wel bij jou echt al heel erg lang. Je was echt net 2, geloof ik. We gaan rennen, want we moeten naar binnen en ze heeft ballet. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Ik heb net boodschap gedaan. En het is zo verschrikkelijk koud vandaag. Ik vind het gewoon echt niet leuk meer. Ik ben helemaal bevroren ervan en ik had me echt dicht ingepakt. Maar goed, zal ik snel de boodschap laten zien. En ik heb hier een die heeft aandacht tekort, geloof ik. Hoi! Ga je helpen de boodschappen laten zien? Ga je helpen? Ik heb soepgaas. Die vinden we altijd heel erg lekker. Krieltjes. Snijbonen. Lasagnetten. Aardappels. Stokjes. Bananen. En dan heb ik nog een hele tas. Even kijken. Oh. Uh,
vrij. Risotto, dat is je eigen favoriet. De boter, die is echt lekker. Ja, mijn nagels echt don't-esque. Ham. Naar de vervolgjes. Paprika. Kip, die gaat van de week lekker van de oven maken. Melk. Jus maakt lekker. Heet tegenwoordig. En ijsthee. Sta ik net thee voor mezelf te zetten, word ik gebeld door school. Sarah heeft met stiften zichzelf helemaal ondergekleurd. En ook dus haar hele gezicht. Ik heb het natuurlijk nog niet gezien, maar ik neem aan dat als de school er zelfs gebeld dat het heel erg is. Want ze hebben het geprobeerd te afzalen, maar het gaat er niet helemaal af. Dus ik hou mijn hart vast voor als ik er dadelijk ophaal. Want ik heb het vermoeden dat het dus wel een dingetje gaat zijn. En dan ga ik daar maar eens kijken hoe ik het er vanaf ga krijgen verder. Maar ja, ik moet het eerst zien. We hebben daar eerst nog even een, gewoon tussendoor 10 minuten gesprekje op school. Dus dan loopt ze nog steeds zo. Maar ik laat het dadelijk wel zien als ik thuis ben met haar. Wat heb je nou toch gedaan, Sarah? Ik vind het mooi. Nou, ik ben er niet heel blij mee. Je hebt ook heeft het al een beetje schoongemaakt. Ja, ik denk dat het nog wel een verhaaltje gaat worden. Het zit echt overal. Ja. Oh. Ik heb heel goed gesminkt. Ja, nou, ik vind het niet zo'n goed idee. Oké, dit is dus het resultaat na 3 kwartier boena. Ik laat Sarah zoveel mogelijk zelf doen, want anders is het alleen maar au als ik het doe natuurlijk. Tada! En je ziet nog wel wat lichte strepen, maar over het algemeen is het meeste eraf. Goedenavond, het is een beetje donker. Ik zit op de bank, weer met een theetje. En ik heb een kast die al, weet ik hoe lang niet dicht gaat. Nou, dat weet ik wel overigens, dat is sinds de kerst. En er ligt speelgoed in Sarah, dus ik ben weer eens bezig. Kruisjes uitzoeken. Daar heb ik wel een theetje bij gezet, dus dat vind ik wel lekker. Dus dat is wel grappig. Vroeger lustte ik echt gewoon geen thee. Ik vond het zo vies. En ik weet nog, op de basisschool hadden we een juf. En het was echt heel leuk. Dan gingen we op vrijdagmiddag met de klas gezellig thee drinken. Maar ik vond het zo, zo vies. Dus bij mij zat er altijd heel magisch een haar in. Want dat hoefde ik mijn thee niet op te drinken. En nu drink ik volgens mij 2 liter thee per dag. Dus ik vind dat wel heel ironisch hoe dat dan werkt. Dus nu geniet ik heel erg van mijn bakje thee en kan ik niet wachten. Maar goed, ik ga dus deze kruidjes uitzoeken. En dan kunnen die doosjes weg waar het in zat. En dan kan de kast hopelijk dicht. Ik wil de volgende ruimte in huis ook gaan uitzoeken. Maar ik heb nog niet alles uit de kast te koop aangeboden wat ik wil doen. Dus ik had zoiets als ik dit nou even tussendoor ga doen. Dan kan ik morgen daar weer mee verder gaan. Want ik maak foto's als het daglicht is. En dan is dat in ieder geval weg dat ik het ook echt af heb. In plaats dat ik alle kasten uitzoek en dan hele bergen heb met wat ik weg wil doen. En dat weer in de weg staat. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Dus dit vond ik wel een heel mooi mini projectje tussendoor. Het is even werk geweest, maar mijn deurtje is dicht. Echt heel blij mee. Gewoon na een maand een deurtje kunnen dicht doen. Echt bizar. Dus, en het is al laat. Dus ik ga je alles even op bij beneden. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen. Oh nee, het is donderdag. Dus ik sluit gelijk de vlog af. Leuk dat jullie gekeken hebben. Abonneer hieronder even als je dat nog niet gedaan hebt. En laat natuurlijk een duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie de volgende vlog. Doei!